zijn nu met de Defensie Duikgroep op het IJsselmeer in de buurt van Makkum. En we zijn nu met twee duikvaartuigen en duikers zijn we op zoek naar vliegtuigwrakken. En de Defensie Duikgroep is een club van duikers en specialisten op het gebied van onderwater zoekapparatuur die onderwater objecten kan zoeken. Buiten dat we ook handmatig met duikers kunnen zoeken, hebben we ook apparatuur met sonar. En we hebben sonarapparatuur die we achter een schip aan kunnen slepen. En dan hebben we real-time hebben we meteen informatie. Of we hebben autonoom varende sonarapparatuur, een soort torpedo-achtig systeem, wat geprogrammeerd zelfstandig door het water kan varen. En dan kunnen we achteraf de sonardata uitlezen. We hebben handapparatuur voor de duikers die ook sonarbeelden voor zich hebben. En dan kunnen de duikers daarmee zoeken. Ja, op deze manier houden we onze eigen vaardigheden op peil en we dragen bij aan de veiligheid op het water.